Van Dijk. Van Dijk. Toe maar. En van deze afstand scoorde hij vorige week. En test hij nu de kwaliteiten van de doelman van de thuisclub, Van Zoet. Hij kan het wel waarderen, de bondscoach van Jong Oranje, Cor Pot. 14 november speelt hij met Jong Oranje in Nijmegen tegen Schotland. Een kwartet Groningers maar liefst maakt deel uit van die selectie. Andersson. Goed gekapt. En recht op Zoet af. Banjar. En Duits. Gaat schieten. Oh, en verraste Van Loo. Die daar totaal niet op rekent. En in de 17e minuut volkomen tegen de verhouding in. Neemt RKC een 1-0 voorsprong via Sander Duits. Die bal vliegt er overigens wel mooi in, dat moet gezegd. En Groningen tegen de verhouding in op een 1-0 achterstand. Niet al te best uitverdedigd door Kieftenbelt. Ten Voorde, ook maar een keer van afstand. Tadic. Geweldige techniek. Banjar verdedigt. De bal buitenom. Wordt niet goed beoordeeld door Zoet. En dat komt hem bijna duur te staan. Maar dan moet die bal er wel in. En dat lukt Sparf niet. Zoet. Heeft veel mazzel met het uitverdedigen. Brengt die bal bij Braber. En daar gaat Castellon. In twee ballen is RKC het hele veld over. En kan het hier 2-0 maken. Dat wordt voorkomen door Van Loo. En dat doet hij uitstekend, de doelman van FC Groningen. En ik denk dat ook Huistra zich wel eens zal afvragen waar nou toch dat verschil zit tussen thuis en uit. Van Dijk en een jagende Castellon. Ja, oh, die is de bal kwijtgeraakt, Van Dijk. Castellon ook groot en sterk. Hier gaat Ten Voorde. Ten Voorde van afstand. En zo is de eerste mogelijkheid voor de thuisclub. Snow maakt een overtreding. En Groningen krijgt een vrije trap. Zoet met één hand. Bakuna en Texera. Texera schiet tegen Snow aan. En dan verdwijnt de bal vervolgens over via Andersson. Jarié. Hier heeft hij de bal terug van Sparf. Jarié. En ruimte voldoende, zou ik denken, voor een doelpoging. Zoet ligt in de weg. Op de inzet van Tadic. En ja, het is een keeperswedstrijd vanavond. Hij is de coach van de keeper van de thuisclub. En Ruud Hesp, zoals bekend, is verantwoordelijk voor de keepers bij FC Groningen. Van Dijk gaat hij schieten. De afstand is enorm. Zoet moet wel in actie komen. En zo tikt de tijd langzaam maar zeker weg in het voordeel van RKC. Andersson. Oh, nou is het raak. Hij leek aan een lastige tocht te zijn begonnen. En scoort geheel op eigen kracht. 18 minuten voor tijd. 1-1. Snow. Alakmak. Alakmak. Van Loo. Vachtali. De paal voorkomt dat RKC op 2-1 komt. Bos maakt snelheid. Zover komt het niet. Er gaat een gele kaart komen. Tadic geraakt. En Van Peppe neemt het geel voor zijn rekening. Dat is geen slechte trap. Oh, die raakt de lat. Verrast niet alleen mij, maar ook Zoet, de keeper van de thuisclub. Volledig met een geweldige uithaal. Danny Holla. Braber na een slimme bal van Alakmak. Vachtali voorin. Braber! Want weliswaar speelt ook de tweede helft zich grotendeels af op de helft van RKC. De kansen van de thuisclub zijn zeker niet minder dan die van FC Groningen. Tadic. Plaatst hem! Zo, Dusan Tadic voorlangs. En ook in dat opzicht houdt Groningen gelijke tred met de thuisclub. Deze is van Tadic. En hier gebeurde dat
vrijwel identiek aan de andere kant van de voet van Braber. Die kapt en dan ook evenals Tadić de verre hoek zoekt. Het eindsignaal klinkt, het eindigt in 1-1. RKC noteert een puntje erbij. Groningen doet hetzelfde. Maar de vraag blijft waar toch het verschil zit tussen Groningen uit en Groningen thuis.